Dit is echt wel spannend, okay, hoor. Oké, met 10 of 3 en dan gaat het los, ja? Ja. 1, 2. Oh! 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 Dames en heren, de eerste hole in one. Mag ik een... Du-du-du-du-du-du. Knol power! Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik heb ontzettend veel zin in vandaag. Net als de rest, denk ik. Oké, nice. Het is ontzettend mooi weer. Zoals gewoon elke dag. Dat is bizar. Wat is er? Dag, is er toch geen stokbrood? Ja. Sir Gettergast, de bret is in hier. Tada! Dat meen je niet. Oh, die moesten we nog ophalen van de barbecue. Oh my god. Ik dacht van, joh, we hebben geen brood gekregen. Maar wij hebben dat al we hadden het gehaald. We hadden het toch gehaald? Of was jij er niet bij? Nee, ja, wil je niet wijzen naar haar? Ik wijs toch ook niet naar jou? Even je mond houden. De winkel was dicht en daarom konden we niet ophalen en hebben ze dit gedaan. Lag dit hier gisteren ook al op? Ja, dat denk ik. De enige die dat kunnen zien was Malino. Ja. Maar ja, die kan niet lezen. Ja. Waarom zegt Malino niks? Jongen. Ja. Nou, we gaan in ieder geval lekker op avontuur. En dat gaan we doen met z'n allen in één auto als het goed is, hè? Ja, in één auto? Ja, dat is wel zo. Gewoon knus, gewoon gezellig. Het is niet alsof het 24 graden is, toch? We zijn allen in één auto. Oh, lekker. En weet je wat het leuke is? We gaan iets doen met golf. We missen alleen iets heel belangrijks. En dat is? Ja, dat kan ik niet zeggen, want we weten wat het is. Of mag ik het dan wel zeggen? Ja? Een hintje. We missen Hans. Ja, we missen Hans inderdaad. Ja? Wil je alsjeblieft jouw pet voor mij halen? Hoor? Ik wist het. Jij zei het echt op zo'n manier. Oh, Enzo? Oh, wil jij even iets doen? Maar dat wil ik wel, hoor. Een pet moet je hebben? Ja, die grijze. En anders wel. Welke pet wil je hebben? Die grijze. Grijze? Zeker? Ja. Dan loop ik even naar mijn pettenverzameling. En dan kunnen we kiezen uit de zwarte KP, rode KP of de gele. Deze trouwens, en ik heb er ook eentje van op, kijk, de roze KP. Deze is ondertussen echt wel vies, want die draag ik zo ontzettend veel. Deze drie patches komen binnenkort op knolbouw.nl. Gloednieuwe patches zijn echt heel erg nice. Maar, waar ligt die grijze? Ik heb helemaal niet geluisterd naar wat ze zei. Het enige wat ik hoorde was pet, grijs. Ah, op de tafel. Hoppakee. Malino, wat doe je buiten? Ja, jij weet dat je naar binnen moet, hè? Naar binnen. Hup, Malino naar binnen. Hij is gewoon stiekem naar buiten gegaan. Hij lag ook gewoon zielig voor de deur. Tot zo, jongen. Oh, nu loopt hij zo naar Milans kamer. Zo zielig. We zijn zo weer terug, Malino. Geen probleem. Kijk eens eventjes. Yes. Alsjeblieft. Milan, kan je het kinderslot eraf halen? Ik weet niet hoe. Zo? Zo? Ja. Ja, nu kan het raam open. Hey, maar kan de deur ook open? Nee. Ja. Zo wel. Kappen! Zo, ik slaat door het raam. Joh. Ik kan net het raam open doen. Hè. Even bereiken. Jij slaat op het raam. Oh, mijn hand is ook helemaal rood. Ja, maar ik dacht ook dat het een ongeluk was. Ja, ik had geen bereik. Hij wil serieus zo bereik zoeken. Hey jongens, hebben jullie die nieuwe reclame gezien van dat schaartje, tarrelverwijderaar? Nee. Nee. 300 meter. Weet je waar die op staat? Knolbouw.nl. Ja, moet je maar even kijken. Hey Lars, even serieus, heb je wel eens wat besteld van knolbouw.nl? Wil je het serieus weten? Want het is... Nee, nee. Nee? Nee, nog nooit. Erg, hè? Ja. Maar, hey, mijn familie wel. Mijn neefjes die hebben een hele knolbouw slaapkamer en alles, dus... Hoe heet die neefjes? Keanu en Jaden. Keanu en? Keanu en Jaden. Keanu en Jaden. Ja. Nice. Wel, ja, dat is de... Keanu en Jaden? Shout-out naar jullie. Lars wel irritant soms? Maar jullie zijn volgens mij heel aardig. Ja, maar je moet ze eigenlijk vragen, hey, wie vinden jullie aardig aan Lars of mij?
Oké, okay. Jano en Eden. Jano. Zie, yo. Daarom komen die pakketjes nooit aan. Jij schrijft de namen fout. Ja, maar ik en namen, het is echt verschrikkelijk. Ja, echt... maar jij maakt er nu gewoon één naam van. Giano. Ja. Maar ik, weet je wat echt chill zou zijn? Als mensen op de wereld een nummertje hebben. Oh, en nee. Iedereen is een nummertje. Nou, anders noem jij je kind gewoon later voor. Ja, ik vind dat wel mooi. Inderdaad. Wow, ik noem elkaar. Ik noem mijn kano later. Nee, ik noem mijn kind later voor. Ja, maar wat als je dan twee kinderen krijgt? En als hij dan klein is en jong, dan heet het een vorntje. En later groeit hij uit tot voor. En als hij dan in de rij staat, dan is het zo van, nee, hij is speciaal, hij mag voor. En als Jeremy mijn kind noemt, dan zegt hij, hey, vorntie. Vorntie. Ja, nee, ja. Weet je, dat zijn van die gekke dingen, dat zit in mijn hoofd. Gaat niet helemaal goed daar altijd, hoor. In het kamertje hier zo. Ze zeggen dat je hier kamertjes hebt, hè. Nou. Kamertjes. Maar ik heb niet overal de sleutel van. No. Dat is het probleem. Kijk, jij hebt best wel veel sleutels ik heb verzameld. Alle sleutels. Alle sleutels, weet je het zeker? Nee. Maar je hebt wel de sleutel tot Lars' hart. Toch? Nou, op zijn tijd. Op zijn tijd. Yes. En jij hebt de sleutel van haar. Geheime kamertje. Hé, hey, wat staat er op het bord? Ja, daar kun je niet in. Disc Golf Park. Oei, oei, oei. Disc Golf Park. Dat klinkt vet, hè? We zijn er, even toeteren. Yay! Wow, die mevrouw ziet eruit alsof ze biljonair is. Dat denk ik ook. Ja, echt sick. Hey, papa! Papa! Nee, we laten de kinderen deze keer zitten, hè? Ja. Nee, hey! Lullo's! Hey. Maar ik kon gewoon open al. Ja, lieve papa Lars. Yay. Nice. Oh, je hebt je slippers weer aan. Ik denk swag. Goedemorgen. Goedemorgen. Hollands kwartiertje, zei ze. Hollands kwartiertje. Laat zijn. Ja. Hollands kwartiertje. Oh, gelukkig doet er nog iemand mee. Ja, we gaan meteen op avontuur, dames en heren. We volgen Florian. Was dat zijn naam, Florian? Ja. Florian. Aangenaam. Igbin Enzo. Ik heise Enzo. Ja, is hij heet? En ik ben... Nee, maar hij vroeg, wil je het op zijn Duits doen? Of wil je het op zijn Engels doen? En toen heb ik gezegd, nou doe maar op zijn Engels. Want mijn Engels is sterker dan mijn Duits. Maar ik vind het... Ja, dat is echt zo. Zou je verbazen. Wow, kijk dit vlaggetje. Hey! Nederlanden! Woo! Yes! Yo! Woohoo! Nederlandse gang! Het is niet alleen de knoller gang, maar het is ook de Nederlandse gang. Super sick. Oké, waar we nu heen gaan is dus het Disc Golf Park. En geloof het of niet, maar hier gaan we disc golfen. Zo, dat zagen jullie niet aankomen, hè? Ziek. Ja, Milan, waar sloeg dat op? Ja, het is gewoon zitten. Dat is eigenlijk weer zo'n modus. Oh, oh, oh. Maar je hoeft de camera niet aan te doen met dat soort dingen. Dank je wel. Hey, kijk eens wie links. Hallo, vrienden. Hey, hallo. You guys will just join our group. Oké, okay, cool. Mike. Dit is Daniel. Hallo, Mike, Daniel. To show you some things and... Cool. So, first, the rules. The rules are like golf, yeah? You have your disc, you have your tee, yeah, you kind of just throw the disc. Yes. You play again where it lies, yeah? Yeah. If your disc lands in a bush or somewhere, you play from there. Oh, really? Yeah. Also, if you throw in the tree. The goal is to throw the disc with as few throws as possible into the basket. Okay. For the technique, you just try to rip the disc like fairly firmly, yeah? Mag je rein? Ja, ik heb er twee voor de zekerheid. Oeh. So like this. And then you don't throw like a real frisbee. So you don't go round. Oh. It's more of a linear motion. Okay. Because if you don't have enough power, so it's easier to get the direction right. Ja, dat is dus fout. Okay, that is not good. That's not good. You have to throw more straight. You
to stay there. If I can just high, show you how it's supposed to look. Okay, you're gonna show us. Yeah. So how many frisbees are you going to throw? You got a lot of frisbees. Yeah, every frisbee is different. Oh. And yeah, it kind of depends on the hole. Just different. Like people. Yeah. So every people is different. Yes. Every people. Every people. When you throw, yeah, just stand like kind of your shoulders a little bit wider in the direction you want to throw. And then I'll just point in the direction I want to throw, reach back and just pull through. It wasn't aimed, but oh. That's kind of the technique. Okay. Yeah. Cool. Yeah, nice. Now you lost it. De eerste frisbee gooit hij in een boom. Ja, ik weet niet of ik dit wel moet geloven. Zo snel kan, dat ik het zo goed kan. Shall we start? So, you have only one frisbee? Ja. Why is he got three? Three? Not in the three. Hey, maar Milan, hey, laat even de kijkers weten dat ik echt wel erg op ze kan. No, you come on. Nee, maar onder druk kan ik het nooit zo goed. It's just some information. If you want to keep track of your scores, you can just write it down. Jawel, ik kan wel echt goed Engels praten. So in every hole there is a par. That's like the value of throws you should be throwing. So in this kind it's 3. Okay. So the best would be to throw 3 or less throws. Okay. But it's difficult for a beginner. Maar kijk, dit is de baan. Dus de baan is op zich niet zo heel moeilijk. Het is rechtdoor en dan een klein knikje naar rechts. 68 meter. Het is 68 meter. Ik denk dat ze expres geen 69 van hebben gemaakt. Dan komen weer flauwe grappen van. Ja, van jou. Blijkbaar, waarschijnlijk wel. Who is going to begin? Hey, you told us you wanted to do a vlog in English. And now this yes, is a vlog this is in English. Helemaal goed. Hey, welkom to dikke vet. Fat, fat piece. Okay, who is going to throw first? Okay, Lars. Ik vraag, waar is dat ding? Yes. Here, you can see it on the board, on the sign. But I have a question. The taller you are, the better you throw. Yes. No, it's an advantage. Because you have a large arm. With a bigger wingspan, you have more time to... Yeah, see, that's also with birds. The longer wings you got... The longer you can flap. Have you ever done a hole in one? Yeah, we both did on hole number 3. Wow. So cool. Okay, hole number. You two did a hole in one. Yeah. What? In course 3, track 3. Okay, we will see it in a minute. Okay, young. You can play any way you want, but keep in mind there is a fence. Are you left-handed? Yeah, and also. Yes. Okay, so then you should definitely go that way. That so you, way? Yeah, Yodis will fade right. Ah, so yes. So you should go there. Easy. Try to miss the first tree, and then this should do the go right through lane. Troe heen, troe heen. Hey, ik ben niet de enige en slecht Engels. Troe heen. Nee, ik ook niet. Oeh, nice. It's really good on the first throw. Nico. Hey, hoe voel je je nu op je slippers? Nou, ik voel me wel swagtastic. Nou, ja, niet slecht. Ik ben wel in de brandnetels. Zitten brandnetels. Brand needles. Aimen. Wel serieus doen, hè? Je moet niet omhoog gooien, hè? Nee, net redden ze boos. Wow! Oh! Oh, de tag, man! De tag! De tag! Super! Hey, beter, hè? Dat is moeilijk, hoor! Ja? Oké, ik ga daar staan en dan ga ik filmen dat die frisbee zo op me afkomt. Oh, kijk, daar ligt die van Nicole in de brand needles. Wacht! Oh, ja, hij kan. Oké, daar gaat hij van Myron. Oh! Oh, die gaat wel wat naar links. Hey, dit wordt heel veel frisbees zoeken, dit. Hij vertelt nu dat we allemaal moeten onthouden waar we hebben gegooid. Ik denk dat er heel veel frisbees goed verloren gaan. Oké, daar komt hij. Wat? Oh, that's pretty nice. Hoppa. Oh! Wow! Oh, Leeuwan! Oh, oh my god! No joke, it was a little joke. It's a Dutch joke. Now
Hey, maar geen grap, die kill die net gooide, die had serieus bijna hole in one. Ja, ik hoorde je. Ja, hij gooide echt heel dichtbij. Dat was echt sick. Waar ligt die van jou? Ja, die van... die van mij ligt hier. Daar is die gele. Die heeft... Hier. Hé, hey, je hebt niet slecht gegooid, bro. Nee, van jou niet, man. Kijk, die van mij ligt hier. Nee, die van mij is daar. Hé, hey, waar? Hé, hey, dat is ook niet slecht, hè? Dat is ook niet slecht. Nicole gaat gooien. Kom op, Nicole. Nice. Super, hè? Hoppa. Dat is niet verkeerd, hè? Nu is Milan. Ho, ho. Oh, that's very nice. Nou is Enzo. Enzo is. Can I throw now? Oké, so now I do a special. Then it can so. Oké. Fucking torre weer. Fucking torre weer. Ja, dit is echt niet normaal hoeveel torre. You have a lot of tors. De Beatles. Oh. The Flying Beatles. Yeah, that time of the year. Ah, time of the year. Hey, it is time of the year. Kom op, Myron. Kom op. Sjoef. Oh, nice. Oeh. Jij bent ook overal goed in, hè? Nee, wel. Echt wel. Maar jij bent ook net overal een beetje beter in. Ook al de vorige keer met voetgolf precies hetzelfde. Ja, dat is ziek. Dat gaan we nu weer doen, ja? We gaan nu weer met z'n tweeën precies hetzelfde scoren doen. We hebben nu allebei twee keer gegooid en we liggen bijna naast elkaar. Ja, en toen hadden we 66, weet ik nog. Yup, weet ik ook nog. Sick, wordt leuk. No. Nee, hij gaat ook naar beneden. Het is oké. Zie je dat? Nice. Dit was een bit. A bit too hard, but the effect was good. Hey, over but gesproken, hè? Oh, Milan, pas nou uit. Je hebt er twee, hè? Je hebt er twee. Wacht nou. Do you have these in the Netherlands? Yes, but then they are making music. The Beatles. The Beatles. They are from England. Come on, Myron. Oh, bijna. Dames en heren, dit wordt een moeilijke, maar ik heb een goed gevoel. Ik ga schuilen. Niet tegen mij, hè? This is a special techniek van de Netherlands. Oh! Bijna. Bijna. Ik ben er dan. Het is wel leuk, hè? Ik vind het nu al leuk. Ik ook. Het is gewoon lekker in het bos. Maar hij zei ook, we gaan straks 2,5 tot 3 kilometer is het lopen. Dus we hebben straks ook gewoon een goede wandeling gehad. Ja, dat is toch chill. Ja. Super chill. Dit is nog maar Lars, je derde worp, hè? Ja. Hé, hey, Lars, je derde worp, hè? Je kan het. Hij zit daar helemaal onder. Die... Oh! Wow! Dit was unexpected. Oh! Oh! Nice. Oh! Oh, nice. Woe! Wie is deze? Van Milan, of niet? Ja, je moet het nog erin zien te krijgen. Het lijkt makkelijk, maar je doet het maar eens. Oh, nice throw. That was your best throw so far. Oh, mooi. Je hebt ook 4, hè? Oké, okay, Milan gaat even influencen. Milan zit op 4. Stop nou eens met het influencen. Yo, laat maar. Ja, nu is je Insta-story echt drol. Oké, okay, komt-ie. Ai, dunking donor. Bam. Sick. Ik heb 4. You have 5. Jij mag niet liegen. Nee. Ja, je hebt ook 5. Ik heb ook 5. Oh, ik heb hetzelfde als Myron. Ik ga voor hetzelfde als Myron. Ja. Nu alweer vals spelen. Eerste hole. Jeetje. We hebben hier de tweede baan. En zoals jullie kunnen zien, het is weer redelijk rechtdoor. Alleen het mooie is aan deze, dat je het gewoon al kan zien. Daar zo. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar wij zien het. Oké, okay, Lars, die is als eerst. Ik ga wel echt die kant op hebben. Ja, dat is een mooie positie om te staan, Milan. Ja, dat is ja. Wow! Oh, you hit the tree. I hit the tree. I hit the tor. Thank you. You hear that? Ja, hij zei beautiful techniek. Ja, lange arm. Nee, je moet die kant opdraaien. Ja, dat doe je. Oeh, nice. Zou ik ook even voordoen hoe dat moet? Zou ik ook even... Kom op, Nicole. Ja.
beter. Oh. Well, your technique is... Wow! But your technique of throwing is really nice. Oh, wow. Hij raakte al bijna Lars. Ja, hij ging al expres achter. Deze man gooit anders. Ja, deze guy heeft echt een hele zieke techniek. Wat? Wow. Hoi. Ik snap het, ik wil Lars ook raken. Is dit serieus? Dit zijn Milan en ik. Wat? Jullie hebben precies op dezelfde plek gegooid. Ik denk dat deze van mij is, want die van mij die valt landen daar in die rol. Ja, en ik lig hier, hè? Ja. Dus we liggen echt ziek dicht bij elkaar. Oh! Kom op Milan, dit kan hem worden. Oh! Hartstikke idee. Nee, dat is toch kut! Nog een keer, hè? Oh, nee, no, stop ik! Hij rolde helemaal door van de berg af. Ja, nice. First try. First try, zeggen ze ook nog. Hoppakee. Lars, veel succes hè. Dit is waar die hole in one hebt getrouwd, maar dit is wel moeilijk. Dit is echt niet normaal. 52 meter en twee mensen hebben een hole in one gemaakt hier. Dat is echt heel knap. Nice! Wow! Die is echt goed gegooid. Wat een techniek. Wat? Oh! Wow! Milan, wat ben je aan het doen? Wat ben je aan het doen? Milan die probeert al 5 minuten zijn frisbee te vinden. Oh, het is hier! Is het, ligt hij hier? Where? Oh, wat? Hij ligt hier gewoon inderdaad. Oh, yeah, you hit the... You hit the tree, hè? Ja, hij hit hier, ja. Nee, dat meen je niet. Raakt hij de boom? Ja, joh. Ah, ja, maar hij zegt ook, you hit the tree. Ja, dat... Goh. Goh. Wow. Wow. Komt-ie? Hoi. Nee, maar het is gewoon goed, hè? Moet jij er gooien? Ja, wat is het? Nee! Milan, één ding. Eén ding. Als jij weet dat jij elke keer daarin gaat, gooi dan gewoon, mik dan gewoon daar. Ik mik ook echt. Milan, die wijkt al 5 tracks af naar links. Hey, goeie tip, hoor, Maaien. Goeie tip. Milan, even stoppen. Dat hoorde ik, hè? Stop. Wil je niet wijzen? Goeie tip, zei hij. Ja, maar ik vind het vervelend. Niet wijzen? Dat ik wijs. Ja, Maaien deed een beetje wijs, hè? Ja, nu moet ik het nog maar laten zien ook. Ja, daarom blijf ik ook filmen. Als je nu in de bosjes gooit, dan ja. Als je nu op Milan gooit, krijg je wat punten. Oh! Milan, pas op! Die is
Oeh, die was nice hoor. Hey, safe bij de tree. Tipje, hè? In de bosjes. Hey, not bad, hè? Not bad. Oké, okay, kom op, Milan. Oh, als hij er niet stond, moet ik veel meer naar links. Oh mijn god, Myron die heeft gewoon 3. Dat is echt ziek. Myron heeft gewoon 3. Lars ook. Echt? Ja, ziek. Wow, maar dat is wat je moet halen voor dit, hè? 3. Ja, dat is zeg maar wat de pro's doen. Ja, dat is een paar. Ja, dat is echt lijp. Hé, hey, Milan, wacht even. Kijk eens die kant op. Wacht even. 1, 2, 3. Waarom? Ja, echt ziek. Ze gaan de hele tijd op jou. Ze gaan op wit. Ik moet mijn shirt hebben. Oh, nog steeds wit. Oh, nog steeds wit. Grappig. Hij gooit hem, hij is kwijt waar hij mee heeft gegooid. Nee! Hé, dat is bij die van mij. Ja, hij ligt hier. Nice. Oké, daar ga ik, dames en heren. Kom op. Yes! Prachtig. Dat is 4. Dat valt best nog wel mee. Oké, okay, Milan, kom op, hè. Ja, dit kan ik niet missen. Als je dit mist... Nice. Yes. Lekker. Oké, okay, we gaan verder. Hey, how many parcours do you have? 18. How many routes? 18. 18? Ja, 18. We zitten nu op 6, hè? We're not doing 18. Oh, we are not doing 18. No? Oh, Lars, blijf. Blijf, Lars. Dood? Nee, dat hij zit nog steeds. Hij is vies, shirt vies. Ja. Zo, hij is weg. Lul. Ga jij zijn shirt wassen? Als lul. Zijn shirt wassen, nee. Nou, ga maar gooien. Je ziet hem geen eens, de basket. De basket. Oh, kut. Die was in de boom. Shit. Dat was een blij. Wacht. Er zit hier een tor in je haar. In je haar. Help jij mij echt? Ja! Ja! Ja, maar je hebt toch heel veel spieren hier, dus dat voel je niet. Ontiegelijk veel. Heel veel botten bedoel je? Doe maar, Nicole. Ik vang ze allemaal. Oei, joh. Oh, hey, mooi. Je hebt verder gegooid dan Lars. We gaan aanloop nemen, man. Ja, doe dat. Ja, gooi naar het rechts, Milan. Oh! Dat is zo goed, hè? Stop! Sick! Nu jij, Myron, kom op. Je bent echt een toppetje. Oh, dit is niet normaal. Oh. Daar komt Enzo, de frisbee thrower 980. Nice throw! Dames en heren, we hebben een sport gevonden waar Enzo absoluut niet goed in is. Ja, ja. Hey, maar dat zeiden we de vorige keer ook over voetbal, en toen had hij ook gewonnen. Toen ging het ook slecht. Wacht maar, tot dachten eindscore. Nee, dat is niet waar. Nee. Lay down! Indianos! Don't throw him my ass. Hey, kijk hier, ja, dat zijn gewoon pro's, hè? Die gooien ook gewoon hier. Een paar meter. Ja, toch liggen! Oh, wow! Ik moet even een tor uit mijn hemdje halen, die is ingevallen. Nee, joh. Hier ergens, bij mijn duim zit hij. Nee, zit iets weg. Nee. We zitten waarschijnlijk onder. Zit hij hieronder? Ja, inderdaad. Oh. Ja, hier. Oh. Is hij weg? Hij is weg. Kijk uit, daar gaat ook. Ho! Come on! Zo! Las beschermt ook smaak. Oh mijn god, die guy die is beste. Zo hard. Ja. Waarom ik niet? Dat is een serieuze vraag, Enzo. Nou, Enzo, jij mag in de bosjes. Ja, jij kan het ook wel. Oké? Okay? Nou, we gaan hem gooien. Hey Milan, wachten. Niet alweer, hè? Ja. Ik had mijn shirt uit en toen ging hij meteen een beetje op een tepel. Dus ik dacht, laat maar. Enzo! Joehoe! Oh. Hier bij het oranje vlekje. Hey. Oké. Okay. Komt ie, hè? Komt ie! Nou, in ieder geval verder dan net. Oh, verdomme. Dat is best leuk hoor, als je goed gooit. Oké, ik ben voor de zoveelste keer mijn frisbee aan het zoeken. En op het begin had ik zoiets van, ik moet even inkomen. Maar ik geef toe. Wow! Hé, hey, wie gooit hier ook? Ik was
Wow, yo. Maar ik moet toegeven dat ik hier gewoon niet goed in ben. Nee. Dus ik denk dat of Lars die gaat winnen, of Myron die gaat winnen. Eén van de twee. Ze zijn echt allebei heel goed aan het gooien. Maar mijn frisbee ligt dus hier. Dus ik pak hem op en dan ja, ga ik vanaf hier weer verder gooien. Daar ergens heen. Wordt moeilijk. Kom op, Milan. Oh nee. Oh, hij rolt helemaal naar beneden. Hé, hey, maar als je deze raakt, is het nog knapper. Oh! Nou, als je vanaf daar raakt, is het ook knap. Oh, scheiße. Lekker, Nicole. Lekker. Oké, dan even die van mij hier zo. Zo een lukje. Hoppa. Als je mij raakt, is het een bonuspunt. Oei. Oh, die is mooi. Wow, heel mooi. Nice, bro. Nice. Hij is aan het dansen. Mijn ligt hier ook ergens als het goed is. Oké, nu gaat zo'n pro. Hij staat ongeveer 50 meter van mij af. En hij schiet in de bosjes. Yep. Nu komt weer zo'n pro. Daar gaat hij. Oh, deze is nice. Deze is heel nice. Wow. Oh! Oh mijn god, die kan hij in twee keer doen. Dat is echt sick. Hier heb ik de mijne gegooid en dat vind ik niet slecht. Dat vind ik zeker niet slecht, want daar is de basket al. Kom op Lars, zet hem op. Focus. Concentreer. Concentreer. Yeah. Oh, sick. Sick. Kom op Milan. Yo. Komt hij? Oh, mooie poging. Nice. Nice, Nicole. 1 en 2. Hoppakee. Dit is de eerste keer dat ik hem in drie keer gooi. En ook nog met unlucky nummer 13. Ja, dus dat zegt niks. Was mijn lucky nummer, hè? Lekker hoor. Nice. Ja, het is een goede sport. Goed voor de armspieren. Hey, kijk wat hier ligt. Oh nee. Een portemonnaie. Bro, het is nog van de oorlog. Het is nog van de oorlog. Ik wil het niet aanraken. Nee, maar dat is een... Brillenkoker. Ja, dat is een brillenkoker, ja. Kan je dat ding op koken? Ja. Wow, er zit echt niks in. Sick. En zo. Welkom bij het Olympische discgolf met Nicole in de hoofdrol. We zien hier Nicole met een openste concentratie. Nicole gooit! Hé, hey, die was echt goed, hè? Ja, die was een zeer goede gooi. Het is raar dat je de commentator hoort, want ik ben in de studio. Studio 31. Ik praat tegen mezelf. Wow, ik heb echt goed gedaan. Yeah. Lekker gedaan. Gaat goed hier. Oh! Gooit hij gewoon op mij, hè? Wow, jezus! Man! Als ik het goal was, had je raak gehad, Lars. Lars, ik heb geluk! Wow! Ja, maar het was gewoon open mij. Lekker, bro. Dit is gewoon niet meer leuk. Ik heb zulke goede gooien gehad, maar die heb je niet op film. Ja, dat is wel balen. Dat is echt zo. Ja. Echt waar. Maar ik vind het ook echt wel een ontzettende leuke sport. Ja, oh ja, Lars moet nog. Oh. Sta ik in de weg? Ik was toch een target, zei je? Kom maar dan. Oké, okay, kom op Lars. Kom op. Nee, shit, sorry. Hij hield er nog voor je tegen ook. Yeah. Nice, die was wel vet. Het wordt spannend denk ik hoor. Ik heb daar tegenaan gestaan, er zit het hars op die boom. Oh ja, nu heb je, laat eens even kijken. Oh, laat me even het afhalen. Is dit een reden om aan mijn kont te zitten? Of? Nee, zeker niet. Het moet echt even af. Het kan er niet af, denk ik. Het denkt hangt. Wel. Dan gaat er niet af. Nee, jammer. Probeer het straks nog een keer. Tijdens het lopen is Myron al bezig met de puntentelling. Ja, ja, ja. Dit wordt echt serieus. Ik denk dat Myron een hele goede kans maakt. Serieus. Ik twijfel tussen Lars en ik. Ik denk serieus dat Myron eerst is. Lars tweede. Ik derde. Milan vierde. Nicole vijfde. Maar we gaan het zien. Nog heel eventjes geduld. En dan komen we zo terug bij de eindscore. Zo, daar zijn we. En de score is berekend. Ik heb werkelijk waar geen flauw idee. Alleen Myron weet het, want die heeft de score berekend. Yes.
Dus, je begint onderaan, denk ik. Op nummer 5. Plek nummer 5. Ook gewoon een hele, hele, hele knappe plek. Met 67 punten. Nicole! Hey. Je had het niet verwacht, hè, jongens. Dankjewel. En op plek nummer 4. Met 58 punten. Milan! Hey! Oeh, nu is spannend, hè, Lars? Nu is het spannend. Ik denk serieus dat de derde plek om Lars of mij gaat. Ik kan jullie vertellen dat plek 1, 2 en 3 zit een verschil van 5 puntjes. Oeh, dat is niet veel, hè? Voemf! Voemf! Dat doet wel pijn ook. Plek nummer 2. Nummer 2? Waar is voor... Nee, 3 toch? Lars en Enzo met 48 punten! Hey! Yay! Yeah. We hebben de tweede plek, ja, samen. Maar... We hebben net zoveel punten. Ja, maar ik... Dat is toch sick? Dat is toch vet? Nee, heel goed, heel goed. Ah, Lars, yeah. Lars die wilde eindelijk een keer... Ik dacht, dit is mijn moment om te shinen. Ik win van Enzo. Ik dacht, houd ervoor. Nog evenveel. Evenveel is ook goed, maar ja. Dat niet uit. En dan nu de eerste plek naar Maiwen met hoeveel? 43. Zo! Yay. 5 punten verschil. Yay. Ik wist niet dat frisbee mijn talent was. Ja, nou, dat is nice. Het was heel erg leuk, was heel erg leuk. Nogmaals, hele vielen danken. En hoe zeg je tot volgende keer? Auf Wiedersehen. Dank je. Ja, super goede hulp gehad. Zeker weten. Ja, was nice van de instructeurs. Oh, dit is wel goede timing, want nu kunnen we zien hoe het gaat. Ja. Oh mijn god. Oh, ik dacht dat je met je kijk hem. Oh! Holy moly. Wat ziek, hè? En ik heb gehoord, topsnelheid, 70 km per uur. Ja, maar dat is easy. Zo! Ja, ik zeg wel easy, maar ik schrijf in mijn broek, hoor. Nee, maar dit ga je doen, bro. Dit is sick. Ja, dit is zo vet. Dit is een beetje het avontuurlijke van wat we gisteren hadden met die rails boven ons, dat we aan het hangen waren. Alleen gaat dit gewoon in mijn graden house. Oftewel rechtdoor. En weet je wie ook gaat? Nicole! Ja. En weet je wie ook gaat? Milan! Sowieso. Daar is jouw leven en hier ga je naar beneden. Ja, maar dit gaat goed komen, hoor. Dit durf je wel. Dit is sick. Motorrijders! Nice! Hop! Yo! Hey, gruwelijk! Dat waren nog Yamaha MT-10's ook. Of 10-9 bedoel ik. Maar MT's. Gruwelijk, want als je dit zo ziet, hier wil je motorrijden. Super vet. Maar goed, we gaan even de tas pakken. Dan haal ik even wat kleine camera's eruit die ik weer lekker op me ga plakken. Zodat jullie dit weer mee kunnen beleven met ons. Super sick, dit wordt echt nice. En als het goed is, zijn Mees en Timo hier ook weer bijna vanuit Nederland. En dan kunnen ze dit ook doen. Dat is wel heel erg vet. In één keer uit het niets komt iemand naar ons toe en die zegt, er kan al één iemand alvast even gaan. Als gewoon proef, zeg maar. Als eerste. Dus ik had zoiets van, ja, tuurlijk. Heel graag. Dus ik ga nu naar beneden. Sowieso, iedereen gaat een keertje naar beneden. Maar dit is dus blijkbaar een plek die over is. En die ga ik dan nu benuttigen om alvast wat vette beelden te maken. En dan kan ik straks vertellen aan iedereen hoe gruwelijk vet het is waarschijnlijk. En hopelijk kan ik dan Milan even overhalen om het te doen. Maar goed, ik ga me denk ik even klaarmaken. En dan ga ik naar beneden. Oké, als eerste moet ik even een formuliertje invullen. Zoals eigenlijk altijd als je iets gaat doen qua activiteiten. Want ze willen natuurlijk nooit dat als er iets gebeurt, dat zij daar verantwoordelijk voor zijn. Dus ik ga dit formuliertje even invullen. You ready? Nice, thank you. So, we need a helmet. Oké. Ik krijg nog een helm op. Okay, nu gaan ze hem even wegen. Oké, we kunnen gaan. Ik ben er helemaal klaar voor. Nou, spannend. Okay, important is you have to fly like a bird. Yeah, open your arms. Yeah. That's important because it's really windy today. Yeah, you're getting really fast. Okay. That slows you down, your air brake. That's important. Ik zal toegeven, dames en heren, dat ik het nu toch best wel spannend begin te vinden. Ik had altijd zoiets van, dat doe ik. Maar nu, wel spannend. Stefan hangt al, zo te zien. Lekker Stefan! Ja, we zijn een paar motorrijders tegengekomen. En ik vlieg samen met Stefan. Dus ik ben benieuwd wie de harder gaat. Straks.
down. Yeah, lekker. Oh, ik vlieg al. And your legs up, please. Yes. Like this? Yes, like this. That's okay. And then I have to fly like this. Yes, that's it. That's it. Yeah, okay. Fly like a bird. Fly like a bird. No, 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 no. Yeah, Flying Dutchman. Today. Yeah, Flying Dutchman. That's it. Robin van Persie, ik zie je. So, Sebastian, we hebben twee moedige vliegende Hollanders voor dich bereid. De vliegende Hollanders. Oké, doe. Ja, spannend. Dit is echt wel spannend, okay, hoor. Oké, we zien op 3 en dan gaat het los, ja? Ja. 1, 2, 3. Zachte landing dit. Ja joh, ik ben veel slomer. Oh, oh, ik moet nog leren vliegen. Nou, als het een wedstrijdje was, dan heb ik duidelijk verloren van Stefan. Het is zeg maar babyvogel en Grandmaster vogel. Ah, dit was wel vet hoor. Dit was wel echt heel erg kicken. Ah, ik hoop zo dat Milan het gaat doen. Want dit is wel echt, echt iets wat gewoon iedereen een keer gedaan moet hebben. Hier, ik bungel nog even lekker na. Ja, dit was heel vet. Echt heel vet. Ik ben benieuwd hoe de rest het gaat vinden. Zo, en dan word ik nu weer met het busje naar boven gebracht. Hoppa. Hey, leuk dat jullie er zijn. Flipcheck, 5, 4, 3, 2, 1. Hij was ook voor jou hoor, Timo. Ik zei flipcheck. 5, 4, 3, yay! Hey, Mees is gewoon geslaagd voor zijn tussentijds toet. Yes, dat is 1. Echt nice. Nu bijna 2. Ja. No, it's Myron. It's Myron. Myron. Ga je opereren? Doe je mond eens open. Yo, Mees. Hoe was het? Vet, hè? Echt nice. Dat was gewoon een beetje dat gevoel wat ik zei van wingsuit springen. Ja, ja, ja. Dat, sick. Nice. Valt mee. Ik heb alleen maar leuk gehad, zelfs wat jij zei. Gewoon alleen maar chill. Het is echt chiller dan je denkt. Dat is de hoogte voor mij. Ja, maar ik heb ook hoogtevrees. Ja, maar dat is alleen het beginstuk. Voor de rest moet ik. Komt goed, Timo. Hebben we zin in, Myron? Ja. Op zijn badslippers. Ik mocht ze gewoon aanhouden. Ja? Ja, ik hoop dat je ze niet kwijtraakt. Dat is een jas. Het is gewoon een grote luier. Een doktersjas aan. Gewoon een hele grote luier aan. Kijk, lijkt net alsof je naakt eronder zit. Oh, nu niet meer. Nou, lekker. Nou, ben ik te laat met plassen. Ja, nu ben je zeker te laat met plassen. Ja. In de lucht zo. Vind je het spannend, Timo? Ja, een klein beetje. Kan ik jou kalmeren? Oh, ja? Nee, maar ik denk als je eenmaal gaat, dat het wel... Dan is het superleuk, denk ik. Ja, het is alleen maar genieten, hoor. Ja? Ja? Het is minder eng dan je denkt. Oké. Het is alleen maar genieten. Het is meer de hoogte, dat is... Ja, vind je dat eng? Het is ongeveer 1 kilometer, hoorde ik. Oh, dat is nog best wel ver. Ja, en je gaat 70. Oké, dames en heren. Het is tijd dat Myron gaat vliegen. En ik ben heel erg benieuwd hoe ze het gaat vinden. En dan hebben we aan de linkerkant Timo. Hebben we er zin in, Myron? Ja. Ben je zenuwachtig? Ja.
Ja, nu vind ik het wel leuk. Oké, je moet nu in die gordel gaan liggen, dus naar voren leunen. Ja, ja. Ja, benen naar achter. Ah, je vliegt al, je vliegt al. Oké, je benen strekken en dan je lichaam naar voren aanspannen. Zo? Streng je benen strekken. Benen strekken. Maar die kan niet. Ja, harder. Harder. Juist, goed zo. Juist, goed. Dat is beter. Ja, ja, ja. Dat is nog strakker. Oh, Mayren ligt er al klaar voor. Kijk eens even. Yes. Ja. Het was helemaal niet eng, hè? Nee, het was gewoon echt chill, gewoon. Nice. Nou jongens, dat was heel leuk. Ik heb gewoon traanogen. Zo hard ging het. Even kijken hoor, wat ik nu moet doen. Ik blijf gewoon lekker liggen hoor. Voelde je ook als een vogeltje? Ja, echt wel. Je hangt er even in de lucht. Alleen op het laatst ga je remmen. Dat is enkel het ergste allemaal. Ja, ik dacht echt, wow, het gaat zo hard. Ik klapte zo hard. Ja, jij maakt het best wel knal. Holy shit. Oh. Ja, dit was wel echt vet hoor. Echt cool inderdaad. Maar ik ging aan het begin sneller en daar haalde je me echt voor. Ja, weet je waarom? Ik ging mijn arm naar voren doen. Ga je dan sneller? Ja, want als je als een vogel doet, dan breken je armen zeg maar. Oh, Lars, wat doe je nou? Oh, Lars! Hebben we er zin in, Nicole? Nee. Maar wel stoer dat je het doet. Ik bedoel, Milan is nergens te bekennen. Jij bent er wel. Je slippers blijven gewoon aan, joh. Lars gaat serieus met zijn slippers. Ja. Hey. 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 Lift your legs now. Okay. Woo! Zwarte. Oké. Now, press against this point and slip forward inside the belt a little bit. Gewoon je benen strekken. Ja, lekker. Ja, lekker snake. Weer meer kracht zetten. Little moving. Je benen een beetje in dat mandje naar voren schuift. Dat komt, dat lukt niet. Ben je er klaar voor? Kom weer vermoeken schuiven. Vind je het eng? Nee. Zie je bij Lars zijn lange armpjes en dan heel weinig lichaam. Nice. Fly like a bird. Fly like a bird. Fly like a bird. Fly like a bird. Babske bird. Fly like a bird. Hey, hey, fly like a bird. Wat ik nu ga doen, is ik ga nu samen met Stevie. Yeah. En dan gaat Stevie gitaar spelen tijdens het abseilen. Yeah. En ik ga als het goed is harder dan de vorige keer. Jij gaat ietsjes eerder vertrekken, zodat ik jou kan inhalen. Jij haalt mij in en ik ga rondjes draaien en gewoon gitaar spelen. Dat wordt heel goed. Dat wordt super vet. Dat wordt echt super vet. Jezus, hard. Hey. Hey jongens! Ja, je voelt het wel hard. Gaat-ie goed? Vond je het leuk? Ja, dat is wel.
En jij? Nee, niet eens wel heel hard. Nee, hè? Maar je hebt een slippers nog. Ja, ik heb een slippers nog. En die klap was wel hard, hè? Dat was het hardste van deze hele rit. Ja. Deze man. Hij staat klaar voor ronde 2. Zal ik een Fly Like a Bird spelen? Ja, Fly Like a Bird is mijn favoriete nummer. Ja, dan houden we. Ja. Fly Like a Bird. Fly Like a Bird. Yeah, yeah, yeah. Fly Like a Bird. Hey. We're flying like a bird. Nice. Enzo, komt helemaal goed. Oh, jij gaat zitten natuurlijk. Ik dat is chiller. Ja, ik ga eerder vliegen dan hij. Huh. Hij gaat me inhalen. Fly like a bird. Yeah. Fly like a bird. Hey. Ik vlieg. Dat is... Daar gaat Stevie. Hey, en daar gaat Enzo vliegen. Ja. En dan zo weer wachten tot ze boven zijn. Hey. Hey, ze zijn er. Hey. Komt ie. Fly like a bird. Fly like a bird. Fly like a bird. Fly like a bird. Woo! Fly like a bird. Fly like a bird. Fly like a bird. Ja, dat is toch gewoon even 800 euro daar, hè? Ja, stond er leuk op. Shoutout naar Stevie. Ja, dankjewel. Hey, hij heeft zelfs zo hard gespeeld dat hij zijn snaar gebroken. Gewoon een souvenir. Nice. Dit is een souvenir aan Fly Like a Bird. Hey, lekker hoor. Lekker. Fucking vet. Hey, hoe was het, Timo? Ja, dat is echt sick. Ja? Ja. Nice. Als je daar helemaal hangt, dan is het helemaal cool. Nice. Jij vond het ook leuk? Ja, ik vond het super leuk. Lekker. Ja. En het koppeltje? Hoe ging het? Ja, dat was sick, hè? De klappen, denkst. Maar vond je het leuk? Ja, het is gewoon, je weet niet wat je moet verwachten. Dat is het meer. Maar vond je het echt leuk? Of, ja, leuker dan je had verwacht. Nice. Lekker, gast. Lekker. Ik weet waar die heen gaat. Ja, ik ook. We zeggen het woordje tegelijk. 3, 2, 1. Mountainbike. Waarom ik? Mountainbike, hè? Ik zei bikepark, ja. Ja, mountainbike. Oké, we hebben hier lekkere patatjes. We hebben een schnitzel met champignonsaus. Een kleine beetje mayo. En we zijn lekker met z'n allen aan het genieten. En het regent, inderdaad. Oh mijn god. Het begint gewoon een beetje te regenen. Daar waren we niet gekleed op. En we hebben niet zo heel lang om te eten. Ik denk een kwartiertje. Want straks gaan we alweer ergens anders heen. En dat wordt echt superleuk. Heel erg veel zin in. Alleen ik hoop wel dat het dan droog is. Maar goed, dat zien we straks wel weer. We gaan eerst even lekker smikkelen. Heb je een groene spin? Kijk die, gek. Oh, ik weet al waarom die groen is. Want deze auto is elektrisch. Hij is misselijk. Is groen, hè? Hij denkt aan het milieu. Maar kijk, wow. Een aanval zo. Dat is echt sick, inderdaad. Milan, die kan giftig zijn. Kijk, je pink wordt al zwart. Wow! Nou, gaan jullie plezier maken met de spin? Ik moet schijten van die schnitzel, dus dat ga ik even doen. Hey, Malino! Hallo! Hey! Hallo, jongen. Kijk hoe blij die is. Yay! Malino, ga eens kijken bij Milan. Malino, kom eens hier. Hey! Malino, kom eens hier. Kom eens. Yeah. Byron! Ik heb een cadeautje voor jou. Eindelijk! Oh. Ja. Jij hebt het af en toe als koud. En dan wil je graag een lekker versie aan. Klopt. En ik heb daarom aan jou gedacht. Kijk maar even wat ik hier heb. Kapau!
Oh mijn god. Heb jij die besteld? Ja. Wist je van Milan dat we dat cadeautje kregen? Huh? Wat zegt ze nou? Wat is nou, we hebben toch ook dat cadeautje gekregen van Milan? Ja, maar dat wist ik niet. Dit is al echt... Dit is een echt toeval. Ja, dit is al... Ja. Wow, die is cool. En heb jij de Pikachu? Pikachu. Ja. Heb je ook... Kijk hoe vet die is. Wow. Gruwelijk. Nou, die kan je meteen meenemen en aandoen. Ja, die is heel cool. Zal ik die van mij ook laten zien? Ik heb er ook een. Ja, ik heb een andere. Waar is mijne dan? Oh, wat leuk! Ik heb nog gruwelijk. Wat staat er? Ja, die is ook vet. Nice, hè? Heel cool. Nice. Wat leuk! Ja. Wel toeval met die Charmander, die Pikachu. Ja, super vet. Ik vind het heel erg nice. Ik vind het tof. Kijk hoe toepasselijk. Ik was thuis geweest en kwam nog iets tegen. Wow! Die was ik dus vergeten. Meen je? Deze is echt sick. Die is heel sick. Een GX-kaart. Oh, die is ook echt voor mij. Ja. Oh, wat lijp, gast. Die vier Pokémon-kaarten. Zo. Kijk, deze even shinen. Dat is niet normaal. Heel cool. Hij is ook helemaal zo geplastificeerd. Ja. Super vet, man. Dankjewel. Dat is tof. Goede timing. Ja, dat is echt heel nice. Cool. Oké, we kunnen niet te lang hier blijven. We gaan er weer vandoor. Volgende activiteit wordt ook weer super vet. Oké, dames en heren. Stap maar in de dikke, vette Porsche. Ik zal hem even starten. Mijn deur ging goed dicht. Hij maakt wel veel lawaai, dus doe even je oren dicht. Oké, hij staat aan. Hoorden jullie dat? Nu al. Oké. Woe, gaan we. Raampjes open. Airco kost elektriciteit. Ik heb hem op B, zeker. Raampjes open. Airco kost elektriciteit. Hey, Oostenrijk! Woe! Austria! Hier kan ik ook nog, toch? Nee. Oh, jawel, kan wel. Dat bedoel ik. Dat gaat met de slagboom. We hadden bijna een slagboom op het dak. We zijn het park nog niet uit, want jij zit alweer. Tegen en zo. Zo, dit is echt achtbaantje. Ken je het ook een schans? Niet te verwarren met zwans. We zijn in Duitsland. Dat is gewoon staken. Je trok het zwans. Hallo. Hallo. Wie de steen? Ja, als er mensen zijn, dan doe ik even rustig, hè. Situatie. Hey, zijn jullie blij dat we er zijn? Ja, heel erg. Milan, rijdt terug. Nee, ik vind het een leuke auto, joh. Top, ik zet hem uit. Hallo. Daar zijn we. Hey, jongens. Ja, goeie, hè. Even krempie. Lekker. Zo, lekker krempie. Gaan we deze als eerste doen? Oh, dat vind ik leuk. Oh, dat vind ik leuk. Ja! En zo net was het aan het regenen en nu schijnt de zon alweer. Dat is ook leuk. Nee, ik hoef geen brood chocola. Oké, dit zijn de beginner rodel stoelen, race dingen. En dan heb je daar zeg maar achter een baan. Kijk, daar zit een vrouw druif te eten. Ik vroeg net of ze het lekker vond. Vond ze heel lekker. En daar is een parcours, maar dat gaat hard. En dit gaat minder hard. Dus we beginnen hier. 7 kaart, 6 wide. 7. Ja. 6. Ah, we hebben 7 kaarts. 7 kaarten. Oké, kinderen, allemaal verzamelen. Kijk, 1 kind. Bij elkaar blijven, jongens. Allemaal hier je kaartje halen. Kom maar, Nicole. Kijk, goed zo. Alsjeblieft. Kom maar, Milan. Kaartje halen. Goed zo. Nou, niet op elkaar knallen, hè, jongens. We kunnen niet met z'n tweeën. Wel. Je mag wel met z'n tweeën. Wij zijn samen niet zwaar dan 150 kilo. Dat klopt. Jawel, jij bent heel zwaar. Nee, ik ben 80 kilo. En ik ben 68 of zo, 70. Ik ben echt 25 of zo. Ja, dus wij kunnen net. Ja, dan gaan we met z'n tweeën. Ik ben 25. Dus ik kan wel met z'n drieën, kom maar bij. Ja, kom. Ja, gaan wij met z'n tweeën? Ja. Ja, dat vind ik wel leuk. Oh, en ik dan? Ja, ik ga daarna met jou. Jij gaat alleen? Hoezo? Nee, even serieus, waarom moet ik alleen? Ik kan ook met iemand komen, ze zitten allemaal. Ja, top, fijn, ik ben alleen. Hier, Nicole, zeg, wil je met mij? Ik ga niet meer. Nee, Milan, kom. Nee, ik moet dan niet meer met Nicole. Ik zat er niet meer niet. Ja, dat kan toch? Ik was ook een middag met haar shoppen, dat was echt niks. Nicole, ik ga heel graag met jou. Hoeveel betaalt hij hiervoor? Zie je, ze gelooft het. Ben je er klaar voor? Oh ja, mag ik gaan? Ja, je mag gaan. Ja, ik kan gaan. Ga je? Het werkt wel top. Oh, hij werkt hier nog niet. Oh, hey, ben jij er ook klaar voor? Ik ben helemaal klaar voor. Succes, hè? Ik ben benieuwd of er de heel huis uitkomt. Yes, ready. Wow! Hey, dit is wel lekker knus, hè? Snel.
snel. Ik ben nog nooit zo dicht bij Nicole geweest. Ik ga haast geven onderweg. We doen gewoon geen rem, hè. We gaan gewoon. Ready! Doei! Doei, tjus, auf Wiedersehen, tot nooit meer zien. Dag, tjoi! Doei! Veel plezier, bye bye! Gaan ze? Hoe gaat het? Nee! Oké, daar gaan we. Oké. Ben je klaar voor? Zijn wij nog over, hè, met z'n tweetjes? Ja. Ik vind het wel leuk dat we met z'n tweeën kunnen. Ja, ik ook. Vind ik echt gezellig. Lekker knus. Dus ga jij voor of ik voor zitten? Ja, wat wil jij? Wil je remmen? Wat is het handigste met filmen? Maakt mij niet uit. Jij kan hem op je hoofd, ik op mijn hoofd. Wat jij wil. Als jij wil sturen, kan dat. Ik ga wel voor zitten, is goed. Dat is prima. Doe ik deze op mijn kop en dan veel plezier. Ja, jij ook. Daar gaan we! Yay! We gaan nu al hard. Woe! Spannend hoor. Hey, hier heb ik wel echt heel veel zin in. Ik ook. Echt heel veel. Zullen we hem gewoon proberen zonder remmen? Of gaan we eerst wel... Oh, ik kan lekker liggen zo. Wil je zeg maar nog genieten van de rest van de dagen die we hier verblijven? Of is dit je laatste rit van je leven? Oei, kijk. Timo! Timo! Je had zijn gezicht moeten zien. Lars! Ja, Lars! Wow, dit gaat best hard. Ja, dat is echt leuk. Dit is echt heel erg sick. Het gaat echt best hard, dames en heren. Ja, ik wist dat ook wel. Heb je dit nog nooit gedaan? Ik heb dit op deze manier nog nooit... volgens mij heb ik dit één keertje gedaan. Maar dat was niet zo'n hele lange harde. Oh ja. Deze gaat volgens mij al harder, maar die aan de andere kant gaat nog harder. Ja, daar heb ik echt zin in. Daar heb ik heel veel zin in. Ja, eerst dit eventjes. Ja. Oh, je hoort Milan en Nicole gillen. Ja! Oké! Dan gaan we. Even de rem testen. Oh ja, we staan stil. Oké, de rem goed. Hij remt goed. Maar je moet hem naar beneden houden. Ja, ik hou ik hem kan hem ook naar beneden houden. Kan jij? Nee, ja, ga maar filmen. Woehoe! Oh yeah! Je kan toch niet uit de baan vliegen? Jawel. Echt? Daarom zit hij niet net hier. Oh shit, ik heb nog niet geremd. Oh. Hou je goed vast. Oh, ik heb nog steeds niet geremd. Mooi. Oh, ik hoop niet dat wij deze bocht vliegen. Oh shit. Ik heb nog steeds niet geremd. Oh, moet ik remmen? Oh mijn god. Oh, ik heb nog steeds niet geremd. We hebben niet geremd. Nice. De hele tijd niet. Ja, sick. Dit was nice. Ja. Cool. Ja, dit was pas de eerste. Nu gaan we naar de overkant, denk ik. Zullen we niet deze nog één keertje doen? Ja, deze nog één keertje. Ja, 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 dat mag. Ik en nu wil ik achter zitten. En dan jij voor. Is goed. Gaan jullie lekker met z'n tweeën, jongens? Ja, gaan we met z'n tweeën. Nou, veel plezier, hè? Ik ga hem niet gebruiken. Vertrouw je Timo zo, hè? Ja, ja. Vertrouw je Timo gewoon op zijn oranje ogen? Tuurlijk. Ik vertrouw mezelf niet. Ja. Ik vertrouw mezelf niet eens, zegt hij. Wow! Veel plezier, hè? Er gebeurt nog niks, Timo. Oh. Ja, hoor. Later! Ewa! Ewa! We gaan naar boven. We gaan helemaal naar het topje. Daar. Oh, en dan gaan we naar beneden, zonder te remmen. Ja. We zijn bijna boven. Nu wordt het volle kracht vooruit. Ja, ik doe niks. Niet remmen. Ja, je moet ze naar voren duwen. Oké. Timo, klaar voor? Bijna. Lars zit achter ons. Da! Timo, Timo, go, go. Ah, wow. Ja. Dit gaat de goede kant op. Dit gaat de goede kant op. Timo, deze gaat heftiger worden. Wow. Dit gaat knijten. Die andere kunnen volgens mij beter niet. Ja, straks wordt het hardste.
Ja. Deze was zo sick. Wow. Dit was nice. Lekker team high five. Woehoe. Zo, hé, waar zijn je slippers? Ja, die heb ik even verwisseld. Een snelle runner. Oh. Oké, vet ik? Jazeker. Dat je inpast, joh. Ja, net pipies per sas. Later. Wow. Stap eruit. Dit was niet normaal hard. Hij ging eigenlijk wel goed. Lekker. Ja, dat was leuk. Dat was leuk. En daar is Lars. Die heeft volgens mij niet zo genoten, want hij heeft gewoon de hele tijd op zijn telefoon gezeten. Heb je nou de hele tijd op je telefoon gezeten? Ik had een filmpje gemaakt. Oh, het leek, oh, het leek net alsof je zo... Hij kwam vrijwillig bij me zitten, hè? Zullen we dat even weten? Dat was helemaal niet waar. Het is wel laat. Maar ik heb er zoveel zin in. Yo, ready? Yes! Ready! Ferti! Let's get los! Tjus! Zo, nou ga ik even lekker... Wow! Die plek is wel lekkerder, hè? Ja, dit is lekker. Heel chill. Kijk, nu heb ik gewoon een chille rugleuning. Ja. Echt heel erg nice. Oké, daar gaan we. Ik vertrouw je 100%. Mooi zo. Van de 1000. Haha. Oei, joh. Wow, wat vet. Wow, dit hiervoor is anders dan achter. Wow, hiervoor is echt... Het gaat maar één keer per week fout, hè, dit. Dat valt echt mee. Ja, maar voorin is het leuker, hè? Ja, voorin is, heb je het gevoel dat het sneller gaat. Nee, ik had net gevraagd, dus hij kan niet fout gaan. Nou ja, we hebben Enzo mee, hè? Ja, wel met... We hebben Enzo mee, dus het kan wel fout gaan. Oké, dan gaan we nu naar het volgende level. Kijk, we gaan in de gele banaantjes. Hey, veel plezier, Mees. Later. Oké, Mees die gaat er al vandoor. Oké, daar gaan we, dames en heren. Wens me heel veel plezier. Dat ga ik vast wel hebben. En duimpje omhoog. Doei, Milan. Ciao. Later. Come on, Myron. Oh, shit. Daar gaan we, dames en heren. Woehoe. Daar gaan we. Wow. Holy moly. Wajo! What the fuck? Oh my god! Oh! Wajo! Oh my god! What the fuck? Holy shit! Wajo! Ik had echt het gevoel dat ik eraf werd gesleurd. Ja, ik had... Wajo! Ik heb ook geen één keer gerend en ik heb last van de zijkant van mijn buikspieren. Hallo! Yeah! Daar gaan we, dames en heren! Oh, hallo Myron! Hallo! Hallo Myron! Ja, het is perfect! Oh mijn god! Oh shit, Myron! Ah! Oh ja, veel dank. Super. Dankjewel. Dank je. Tjus. Oké, nou, we zijn alweer... Hey, hallo. Hallo. Oké, we zijn alweer bij het volgende. Hey, hallo, hallo. Ik kan het gewoon niet lachen dan, hè. Oké, wat hebben we hier? Zwans. Ze proberen deze papegaai Zwans te laten zeggen. Zwansje.
Hey, mag je vinger niet in steken? Kijk, ik heb een hele bal voor. Volgens mij is dit helemaal geen... Oh. Ja, Swans. Hoor je dat? Swans. Ja, heel leuk hoor, vogeltje. Oké, we zijn bij het volgende onderdeel. Dit is echt geniaal, want we hebben hier Adventure Golf. Welke kleur wil jij? Ja, ja. Die, wat meest, weet ik al. Hey, hallo. Ah, hier een potlood. Oeh, die vindt hij eng. Bijt. Oh, hij bijt op de gum. Ja, hij staat hier op. Oh, ja, dat had ik niet gezien vanaf hier. Ah, oké. Hij bijt. Goed om te weten. Je zit me gewoon uit te lachen, hè? Nee. Bonnie. Je zit me gewoon uit te lachen, hè? Hey, Bonnie. Ja. Hij is Bonnie, hè? Hij is gewoon aan het lachen. Ja, ik neem de... Oeh, in een minimum 10 pond gutte, 10 pond kaas. Ik wil deze bal. Nice. Ja, lach me gewoon uit. Wat zit je nou te lachen, joh? Lekker hoi. Kijk hem. Hallo. Hallo. Oké, okay, we gaan. Speelt u ook mee, vader Abraham? Kom even van mijn troon af. Ga jij een hole-in-one maken? We zijn nu bij de eerste baan, dames en heren. U kunt gaan. Kom op, Mees. Boom. Had ik ook, hè? Dat hebben wij ook gedaan. Het kan wel een hole-in-one worden, dit. De baan gaat als volgt. Je begint hier. En dan ga je zo daar erin. En dan komt hij hier onder eruit. En dan, hoppa. En deze baan hier, deze Adventure Golf, is er nog maar 5 weken, hoorde ik net. Dus alles is gloedje nieuw. Oh, hij heeft hem! Oh, oh, Lars. Ja, jammer, jammer. Maar goed. Hè. Maar weet je wat het zieke is? Ho, ho, ik deed ze helemaal fout. Wat is er dan? Nou, er zit hier niets in. Oh. Ja, de glijbaan moet je nemen, mensen. Yeah. En weet je wat het ziek is? Dit parcours heeft, als ik het goed heb, 19 banen. En, oh, 18? 18 banen. En het record van iemand is 38 keer. En heeft hij alles gehad. Dat is echt bizar. Dat is echt bizar. Maar Lars heeft bij de eerste baan 2. En bij de tweede baan ook 2. Dus Lars, die gaat lekker. Jee, ook de glijbaan. Kom op, Nicole. Heel nice. Subtiel. Smooth. Ik ga even van jou winnen. Dat is wel regelmatig de missie van Enzo winnen. Ja, vorige keer had Enzo gewonnen, toch? Of niet? Ja. Ja, ja, Enzo, ik hoef ook niet van Miron te winnen, want dat was met Funnicket. Maar jou. Ja, het altijd ze gunnen het mij niet. Hopelijk gunnen jullie het mij wel, de winst. Ik hoop het. En ik ben benieuwd hoe dit eruit ziet. Ik denk, ik film gewoon met deze en dan zien jullie wat ik zie. Dat is wel lachen, toch? Een keer wat anders. Hé, hey, kom op, Milan. Een keer wat anders, hè? Doe eens je best. Een keer wat anders. Komt-ie. Hatsie. Boom. Oh. 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 Oh, wacht. Pas op, pas op. Oei. Oh, hij was echt perfect in. Kom op. In 2 keer. Hoppa. Zijmaal. Oké, kom op. Boom. Oh, 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 en nu komt hij. Oh, oh. Oké, ik hoop dat als hij hier doorheen gaat, dat hij dan daar in 1 keer in gaat. Even Akka 3 doezel. Oh, alsjeblieft, alsjeblieft, alsjeblieft. Ja. Oh. Nou, ik ga wel via de glijbaan. Eerst mijn stick. En dan ga ik. Ah. Oké, let's go. Ja hoor. 2 keer. Echt niet. 3 keer. 3 keer. Zit er wordt nummertje 2? Nee, er wordt 3. 3 al. Ja hoor. Oh! Wat? Dat is zo naar. Dat is dus het meest nare wat je kan hebben met golf. Echt naar. Oh, in 1 keer. In 1 keer. Lekker, Mees. Oh, alweer Timo. Hey, Mees, je maakte de grap net zelf al. Dit is jouw baan, hè? 2 Meesen hier. Kom op, Koolmees. Boom. Oh, 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 oh. Ai, ai, ai. Ze trekken dit balletje aan. Ja, ze zeggen wel vaker dat je tegen de schoen aanloopt. Helaas. Deze is voor mij, hè. Deze heb ik. Kom op. Ah, goede richting. Ja, ging best goed. Komt ik. Ja. Yeah. Zo. Oh. Yes. Lekker. 2 keer. Maroon, Maroon. Kom op in 1 keer, oh! Ja, ja. Ja, ja. Dat is niet verkeerd, Myron.
Dreimal. Ja, super toch. Zitten er lekker in hoor, dames en heren. Het gaat top. Ik ga voor de winst. Ik ga expres winnen. Om Lars en Nicole gek te maken. Wow, daar gaat hij. Oh, hier kan je wel een hole in one halen. Hoe snel ging je, Nicole? Te snel. Dit is wel echt een hele vette baan weer. De mooie bobslee. Ik ga hierin zitten. Je moet helemaal niet vanaf daar. Je moet vanaf Bob hier. Daar ook, of niet? Ja, Bob is hier niet. Alleen de slee. Kom op, Nicole. Oh, ze doet het de andere kant. Niet met de bobslee. Hé, maar dat is helemaal niet zo'n gek idee. Zit redelijk in de buurt. Ga jij wel door de bobslee, Timo? Tuurlijk. Draai maar. Nou, kom op. Hoppa, daar gaat hij. Oh, ik zie hem gaan. Hoppa. Oh. Hij is moeilijk hoor, deze in één keer. Oké, daar gaat Milan, die op dit moment eerste staat. Spannend. Hoppakee. Ja, daar gaat hij. Oh, ze hebben allemaal een afwijking naar links. Deze, dames en heren, is wel echt heel erg vet. Dit is baan nummer 6. En wat dus de bedoeling is, hier met de bal, je gaat slaan en je gaat hier omheen. Oh, het balletje kan hier ook in. Oh, als je hier zo in het water, Lars, ga je dat voordoen? Oké, daar komt hij. Ja. Oh, dat is knap. Precies op die steen. Onder de steen. Ja hoor, kijk, hij zit in het water. Gaat hij met het baantje mee? Hij gaat niet zo heel ver, maar de bedoeling is dus om gewoon helemaal daarin te gaan. Maar dit is ook een moeilijke baan, hè, die marmeren tegels. Dat is echt heel moeilijk. Ik denk dat we hier heel veel punten gaan halen wel. Kijk dan. Oh, netjes hoor. 3. Draai. Hey. Oh, daar komt Nicole. Dat is niet leuk. Tegen de steen aan. Maar dit is niet slecht hoor, Nicole. Dat is wel slecht. Nee hoor. Kijk dan. Super. Dat is zeker niet slecht. Kan gewoon in 2 keer. Hier, dat was de... Oh. Dat was de wind, hè? Ja, de wind kwam wel een beetje opspelen, moet ik zeggen. Oh! Oh, Timo! Hij rolt niet echt hard. Nee. Ik ben benieuwd wie hem in 1 keer er doorheen krijgt. Milan, ga jij nu? Kom op, Milan. Oh! Panna. Wat gewoon een panna! En dan nu langs. Oh, sick hoor. Kut! Daar gaat Mees. Ja, wat de fuck? Boom. Nee, dat komt door dit gat. Oh, huh? Oké, dat is ook knap. Dat is ook knap. Oh, pas op hoor, die bal van Mees komt eraan. Hallo? Yo. Ja, super vet. Top. Ja, super man. Oké, yo. Kom op Milan. Lekker hoor. Oké, ik hoop dat ik via het water ga redden. Dat zou ik wel heel erg vet vinden. Dat is 15 winnaar. Hop. Ja. Via het water, komt ie. Oh. Hij rolt echt niet ver genoeg door. Maar hopelijk in 2 keer. Hey! Kijk eens wie we daar hebben. Oh my god. Fly like a bird. Fly like a bird. Ik kan er echt niet bij hebben, hoor. Kunnen wij gaan? Lekker, hoor. Alles goed? Ja, man. Hoppa! Ik heb even Stevie uitgenodigd. Ik dacht, we missen allemaal Fly Like a Bird. Dus ik heb gevraagd of Stevie even langs wil komen. Ga jij een mooi liedje spelen als ik deze erin ga putten? Moeten we een nieuwe tekst verzinnen? Ja, eigenlijk wel, hè. We hadden net met Vliegen Fly Like a Bird. Wat kunnen we hier? Fly Like a Golfbal. Put hem erin. Put hem erin. Ja, dat klinkt een beetje raar. Ja, put het erin. Ja, dat, nee, dat klinkt een beetje gek. Laten we dat. Oké, daar gaat hij. Ja. Komt-ie! Nou, Not the holy one! Serieus! Je hebt gewoon live sound effects. Spannend muziekje, spannend! Dit is James Bond. Let's go. Hey. Oh. Hey, dit wordt de vierde. Komt ie. Jongen.
Nee, vijfde. Vijfde al. Vijfde? Ja. Tot de vijfde. Hey! All in one. Nee. All in one. Hoeveel keer? Vijf keer? Ja, vijf keer. All in five, all in five. Come on, me wrong. Druk die bal. Jullie hadden allemaal geen idee dat ik Stevie nog even had uitgenodigd. Wel stil vermoeden. Yeah. Surprise, surprise. Ik had even met Stevie gedm'd. Yes. Ik zei, we hebben jou vanavond nodig bij de Adventure Golf. Ik ben een van de lucky few. Yeah. Hoppa. Moet jij nog Nicole? Oh, Nicole zag weer. Hebben we gezien net, hè? Ja. Oké, okay, we gaan naar volgende. Nummer 7. Stevie, kan je een James Bond nummer weer doen? Ja, is goed. Nu? Ja. Oeh. Ai, ai, ai. Voel je de spanning, Lars? Oh, wij gaan zo een TikTok maken. Ja, ja? Ai, ai, ai. Oh! Oi, oi, oi. Ja! Yeah! Hoppa, Lars! Lekker, hol in 4. Ik wil fietsen. 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 Ah, balen. Stel je voor dat je hebt je hele leven lang gewoon constant zo iemand bij je lopen. Ja, dat zou toch episch zijn? Episch zijn. Ja, oei. Lekker bro, 4. Nice. Ja. Kom op, Mees. Ging beter. Mees. Van de baan af. Wat de heck? Kom op, Lars. Een hole in one. Kom op. Oh! Oei! Jammer, wat vind jij ervan, Stevie? Nou, ik vind het prachtig. Ja, hij vindt het prachtig. Kom op, Lars. Stevie vindt het prachtig. Laatste 2. Hoppa! Let op, hè. Maar let goed op. Oh! Jij wilde dat hij ging spelen, hè? Hij is kapot. De jukebox is kapot. Oké, kom op, Nicole. Oh, oh, Nicole. Hij rolt door. Hij rolt door. Hij rolt door. Oh! Met je hole in one niet. Had je bijna hole in one, hè? Hole in two is ook sick. Oh. Kijk, dat is de focus. Hoppa. Hey, kom op, Timo. We staan allemaal achter je. Hier, hier, Timo, Timo, Timo. Oh! Hey, dit is wel een hole-in-one opportunity, hè? Oh! Lekker, Timo. Tweemaal. Oké, kom op, Milan. Oh, 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 oh! Oh! Jammer. Dit is een hoge hole-in-one opportunity. Dang. Ik kan toch maar mee naar achter komen. Hey! Oh. Ik kan jullie nog wat laten zien, hè? Want iedereen bukt de hele tijd. Ja. Kijk eens. Oh! Hey! Dan hoef je niet te bukken. Dan hoef je niet te bukken. Nice. Dan hoef je niet te bukken. 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 En in mijn zolderkamer zit ik te... Oké, okay, kom op, Mees. Zo proberen? Ja. Ja? Ja. Misschien lukt dat. Jij gaat... Oh, pas op voor de hoofd. Lekker, Mees. Je moet verder spelen waar de bal ligt. Kom op, Mees. Ai, ai, ai. Lekker, Mees. Die was echt goud. Daarvoor leer je 10 jaar lang allemaal flauwe deuntjes. Ja, dat is echt goud. Jij bent gewoon een lopende sound effect map. Ja. Wat is hier de bedoeling, Lars? Kijk, je hebt hier een mooi schepnetje. Ja. Je moet door het rad heen slaan. Lukt dat niet, moet je hem uit het water scheppen. Ah, oké. Okay. Top, nou hier gaat hij doorheen, dit is het rad. En als hij er doorheen gaat, dan waar eindigt hij? Oh, dan gaat hij hier weer door. Oh, hè? Wow, wat sick. Nou, als hier een balletje komt binnen nu en 10 seconden, dan heeft hij het gered.
Oh, sick! Nice! Oké, dat is dus de bedoeling van deze. Dat is wel echt heel erg nice. Ziet er vet uit hoor. Oké, kijk, de Timo-bal is hier. En de Timo-bal is, let op, nu hier. Oh, hij ging weer terug. Kan het wel? Oké, Stevie, deze is voor jou. Echt waar? Ja. Echt waar. Stel me niet teleur. Ik zal het niet doen. Hij was zo dichtbij. Hij rolt nog aardig terug. Nou, in twee keer ben je ook wel tevreden, toch? Ik ben nooit tevreden. Ja, lekker maat. My burn. Bijna. Oh, ja. Ja, hij gaat terug, hij gaat terug. Hey, wel sick hoor. Daniel. Lekker. Daniel. Oh, dit is de schans hè, van Eddie de Eagle. Ja, George. Ja. Kom op Lars. Eddie de Eagle. Ja, ik ga niet in de schans. Daar gaat hij. Oh. Waarom ging je niet in de schans? Ja, ik sta nog een beetje bovenaan, rond de top. Oh, zo kan je wel de hole-in-one halen. Oké, daar komt-ie. Nou, dames en heren, de eerste hole-in-one. Mag ik een... Nog een keer. En ik wil hem nog een keer. Lekker. Oké, daar gaat-ie. Dat was wel bijna hetzelfde geluid. Nog een keer. En zo. Ik miste daar net. Oh, jammer. Kom maar op. Gruwelijk. Hey, Stevie, ik wil je heel erg bedanken voor je komst. Ja, graag gedaan. Gruwelijk. Echt vet. Yes. Oh. En tot het volgende uitje. Ja, tot het volgende uitje inderdaad. Stevie is er gewoon weer bij. Milan heeft nog een plekje vrij in bed. Als je in je bed ligt, dan kom ik weer bezoeken met mijn gitaar. Ja, ja, we gaan vannacht een prank op je uithalen, Timo. Dan kom ik zo binnen. Wakker worden! Nee, dit gaat te ver. Oh, haha. Holy man! Oh! Yes! What? Yes! Maar weet je wat het allergrappigste was? Ze zei tegen Milan, zeg dan. Mag ik je YouTube kanaal als ik een holy man sla? Hij zei ja. Hey, holy man! Woe! Hey, Stevie was weg, maar holy man en hij is er weer, hè? Voor de holy man kom ik weer, hoor. Ja, lekker! Je mag je kanaal houden. Nou, wat fijn. Ik was hem ook echt niet van plan weggegeven. Houden! Hé, hey, later! Yo! Yo. Allemaal even zeggen doei Stevie! Doei! Niemand gaat hier onder de 12 halen. Zal ik in één keer? Nee, jullie snappen hem niet. Nou, top. Ja, superleuke grapje. Haha, leuk. Lars heeft een krapje gemaakt en niemand vindt het grappig. Ga je het toch niet menen? Ja. Zit daar gewoon een gat? Wat er nu gaat gebeuren is de uitreiking. We zijn in totaal met 7 personen, dus wie gaat er naar huis met de eerste plek? Myron die heeft alle scores weer opgeteld en uitgerekend. Ja. En zelf nog 3 keer nagerekend. Give me a little credit. Dus, nice, lekker bezig, netjes. Oké. Okay. Oké, nou, plek nummer 7 is wel al duidelijk, want die jongen die kan gewoon niet serieus doen. Mees, met 69. Lekker Mees. Dat is een mooi getal, hè? Hé, hey. Ja, daar heb ik helemaal niks mee. Nee. Oké. Okay. 69. Oh, die wil ik ook. En nummer 6, dat zat wel allemaal dicht bij elkaar. Nummer 6 met 59, dus wel 10 punten minder dan Mees. Nicole! Hey. Hey. Hij zat wel 2 hole-in-ones, dus ja. Gaat 6 gratis eten. Oh, 2 hole-in-ones. Sick hoor. En dan nummer 6. Timo en Milan. Timo en Milan? Dat is 5. Dat is plek 5. Hoe dan? 57.
dan gaan jullie beiden. Zo, ja, dat wouden wij. Dus dat is dan eigenlijk de gezamenlijke plek 5. Ja. Ik wou eerst de 8 Zal Lars eindelijk boven Enzo komen? Maar er zijn nog drie mensen over. Oké, dus ik, Lars en Myron. Yes. Nummer 3. Met 50 punten. Ikke! Hey, nice! Hey, Lars. Nummer 2. Hey. Jongens, nummer 2 had 49. Ik was ook gewoon bijna tweede. Dat was maar 1 puntje verschil. 1 puntje verschil. Of en nummer 1 heeft? Of ik was eerste geweest. 1 puntje verschil of ik was eerste geweest. Hebben Lars en ik weer hetzelfde? Echt? Ja. Hey, lekker Lars! Hey, lekker Lars! Ik ben wel blij, maar ook verdrietig. Heer, beide hetzelfde. Vanochtend ook al. Bij disc golf hadden we precies hetzelfde. Waren we allebei tweede en nu allebei eerste. Hey, dat proosten we toch even op. Hey. Dat is toch goed, hè, jongens. Genieten, man. Maar weet je wat het erg was? We hadden mijne 2 keer berekend, maar we kwamen 2 keer bij mij op 49 uit. Maar dan kwam dat 1 getalletje stond een beetje raar. Dus we dachten dat het 3 was, maar het was een 2. Oh. Dus ik had ook 49. Dus toen gingen we alles nog een keer narekenen. En toen dachten we, oh nee, dat is wel echt. En toen had ik 50. Anders hadden we met z'n drieën dat was 49 gehad. Maar dit vind ik ook wel bijzonder, hoor. Hé, maar dat is wel nice. Maar dat betekent dat Lars dus nog steeds geen 1 keer mij heeft verslagen. Ik wel. Zo dichtbij, maar ook weer zo ver weg. Hey, geef ze mijn bakje terug. Hey. Jongeman, jongen, hey, die is van mij. Ze stelen gewoon. Jongens. Maar hij loopt altijd, als hij met naar voren loopt en de mensen lopen achter hem, loopt hij al zo proud met zijn oortje naar achter van, kijk mij. Dat is hey. Dat sneller, hè? Dat ja. Is aerodynamisch. Een bakkie. Ja, dat is misschien de nieuwe Sonic. Dit werkt niet helemaal, Melino. Nee. Hey, Melino. Hey, je moet je even neerzetten. Kan hij dat ook? Weet ik niet. Marino. Het is voor het eerst. Zit. Marino. Ja. Vond je deze vlog nou leuk? Laat dan zeker een duimpje omhoog achter. Hé, dit is toch niet het einde? Hé, is mijn vlogcamera. Hé, hey, wat doe je? Hé, hey, hoe schattig is dat? Marino met dat bakje. Het is echt geniaal. Heb je hem dat net aangeleerd of deed hij dat zelf? Hij deed dat zelf. Hij wilde me hebben, dus ik zei nou hier alsjeblieft. Marino, kom. Kom. Je hoorde ze klinken. Hey Marino. Ga zit. Sorry. Wat de heck? Wat is dat? Wat is dat? Ga eens kijken. Wat is dat, Marino? Ga eens kijken. Wat is dat? Oh, dat vind ik niet leuk. De avatar. Kan ook water uit, hè? Ja, pak dat gewoon weer. Hij liet het vallen en hij schrok. Zo, dames en heren. Het is ondertussen aardig rustig hier in het vakantiehuisje op het Landalpark. Lars die is daar nog bezig aan de woonkamer met editen. En ik ben ongeveer, nou ik denk zeker wel 2 uur bezig geweest om mijn telefoon te fixen. Dit is namelijk het probleem wat ik heb. Hij blijft vastlopen op het laden, het updaten van mijn telefoon. En de reden waarom mijn telefoon überhaupt aan het updaten is, is omdat ik heb hem een paar dagen geleden laten vallen. In de vlog zelfs nog, dat was bijna een week geleden. Toen was ik aan het rennen, toen viel hij uit mijn broekzak, bam bam bam. Zat een barst in. En hij deed heel even geen scherm meer aangeven. Daarna deed hij het weer. En toen had ik zoiets van, oké, ik moet ervoor zorgen dat mijn telefoon niet gaat uitvallen. Hij is uitgevallen. En ik kreeg hem dus niet meer aan. Toen heb ik heel veel gegoogeld. En uiteindelijk moest ik mijn telefoon herstellen. Dus toen dacht ik, oké, chill. Ik ga hem herstellen. Dus toen stond er een instructie. Zo stom dit ook weer. Toen stond er volumeknop omhoog. Volumeknop omlaag. En daarna de lockbutton inhouden. Nou, ik kan jullie vertellen, mijn lockbutton doet het niet meer. Want toen mijn telefoon viel, toen is er iets misgegaan met mijn lockbutton. Dus het is geen knopje meer. Het is gewoon gelijk aan mijn telefoon. Dus mijn lockbutton is kapot.
Dus ik kan mijn telefoon niet herstellen. Toen heb ik geprobeerd een software update te doen via iTunes met mijn laptop. Is ook niet gelukt. Hij blijft daar dus op vasthangen. Dus ik ben gewoon de Sjaak. Ik ben gewoon echt letterlijk de Sjaak. Ik kan niks met mijn telefoon. Ik kan niet bellen, ik kan niet appen, helemaal niks. Dus ik baal hier echt verschrikkelijk van. Want ik was gewoon aan het appen en bellen met mensen. En mensen die ik nog moet bellen of moet appen. Ja, is gewoon een beetje balen. Dus. Maar goed, in ieder geval, ik ga slapen. Ik ben moe. Morgen weer redelijk op tijd opstaan. Hopelijk hebben jullie genoten van de vlog. Vergeet niet even een blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En ik hou jullie wel even op de hoogte van de avontuur hier en van mijn telefoon. Ik heb geen idee. Ik hoop dat hier ergens in de buurt een Apple Store zit of misschien iets anders. Geen idee. Ik zie jullie morgen. En zoals ik altijd zeg, dikke, vette peace. Knol power!